hele goede morgen. Het is weekend. Jij denkt goedemorgen weekend, dat doe je toch altijd op vrijdagmiddag? Ja, het is zaterdagochtend. Ik heb gistermiddag/avond niet gevlogd. En eigenlijk omdat er gewoon niet zoveel te vloggen viel. Ik heb een Skype meeting gehad. Ik heb wat YouTube filmpjes gekeken en toen ben ik naar bed gegaan. Dat was mijn vrijdagavond. Overigens wel heerlijk, want ik heb het wel lekker rustig aan kunnen doen. Maar er was niet veel vlogs bij. Nu ga ik even koffie zetten. Het is 7:55. Ja, ik was eindelijk weer eens vroeg wakker. Ja, vind ik wel lekker, want dan heb ik tenminste... Ja, wat aan je dag vind ik ook weer zo wat. Maar gewoon, ik vind het wel lekker even een keertje vroeger opstaan. Koffie, ontbijt, dat soort dingen. Leuk weekend voor de boeg. Vanavond, of vanmiddag eigenlijk al, ga ik naar mijn ouders. Mijn zus komt daar ook naartoe. We gaan, mijn zwager eigenlijk ook, maar mijn zwager en mijn vader die gaan de hort op. Die gaan geloof ik wat drinken en uit eten en zo. En dan ga ik samen met mijn moeder en mijn zus gaan we springrolls maken. Mijn zus wilde dat graag leren en ik vind dat ook heel erg leuk. Dus dat gaan we doen. En dan morgen ga ik naar Suus de hele dag. Daar heb ik ook echt super veel zin in. Daar rijd ik in de ochtend naartoe. We hebben volgens mij rond 10:50 afgesproken. Dus dat betekent volgens mij dat ik hier rond 10:00 weg moet. En dan ga ik daar gewoon lekker een dagje gezellig chillen. Ook heel veel zin in. We hebben natuurlijk elkaar voor het laatst gezien een maandje geleden bij de Top 2000. En nu wordt het wel weer tijd om even bij te kletsen. Dus dat gaan we doen. Maar goed, ik ga eerst even ontbijten. Zo, ik ben er klaar voor. Nou, het is 11:00 volgens mij. Ik heb gedoucht en wat andere dingetjes gedaan. En wat ga ik doen? Wat zal ik eens gaan doen? Nou, ik moet nog even een verslagje maken van de Skype-meeting van gisteren. En die versturen, dus dat ga ik sowieso doen. Ik moet de vlog editen, dus dat ga ik ook nog doen. En ik wilde eigenlijk even naar buiten, maar kijk. Is gewoon niet zo lekker weer. Dus laten we dat gewoon even niet doen. Morgen ga ik al op pad. En dat wordt super gezellig. Ik moet nog wel even brood halen straks. Dus dat ga ik sowieso ook nog wel even doen. En voor de rest een beetje tegen jullie aankletsen. Zo, ik heb net de weekvlog geëdit. Kom ik nou toch iedere keer aan zoveel materiaal? Ik denk iedere keer, nou, ik vlog helemaal niet genoeg door de weeks. Blijkbaar is dat het probleem dat ik te veel vlog. Want hij is bijna 20 minuten. Nou, ik heb hem nog niet gerenderd, want ik wil nog heel eventjes kijken of ik hem toch nog iets korter ga proberen te maken. Laat me even weten wat jullie een leuke lengte vinden voor een weekvlog. Dat hij iets langer is dan de weekendvlog zou ik niet zo erg vinden, want het zijn meer dagen, dus dat is op zich wel logisch. Maar laat het even weten, want ik ben wel benieuwd, want ik wil ook niet iets uploaden wat jullie te lang vinden of sowieso moeten jullie het leuk vinden om naar te kijken natuurlijk. Dus ik ben daar wel heel benieuwd naar. Nou, ik ga nu even boodschappen doen. Ik moet nog even een halfje brood halen sowieso. En voor de rest heb ik niet heel veel nodig. Maar misschien kom ik nog wat tegen. Je weet het niet. En dan ben ik zo weer terug. Zo. Zoals je ziet ben ik niet meer thuis. Hi. Hallo. 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 Hallo, welkom. Hij ziet het niet. Precies. Kijk, daar nog iemand en hallo. Buiten staat nog iemand. En we gaan... Goedemiddag allemaal. Oh, kijk. Hoi, hallo. Fijne cursus. Cursus? Nou, nee hoor. Oh, wij een fijne cursus. Ja, want mama gaat... Je gaat op... Ons vertellen hoe we springrolls vouwen vooral. Want wat erin moet, weet ik wel, want ik eet het wel vaker. Ik vind het lekker, maar krijg die dingen nooit... goed gerold. Dus we hebben hier rijstvellen. Heb je ook rijstnoedels? Oh, goed dat je het zegt. Je moet ik even in de week zetten. Die horen er namelijk ook bij. Heel goed, Bianca. En dan bosui gaat erin. En peen. En paprika. En zalm. En hebben we dan ook nog kip, mama? Ja.
kipfilet. Nou, heerlijk. Hallo. Heerlijk gebakken en ge... Kijk, ook nog kipfilet erbij. Nou, en dan gaan we natuurlijk niet de zalm en de kipfilet in één rol mikken, maar die gaan we er meerdere van maken. En wat ben jij aan het doen? Avocado schillen. Nou, lukt het? Ja. Ik had mijn toeltje even mee moeten nemen, want ik heb daar een speciaal ding voor. Nou, jongens, het eindresultaat. Springrolls. Ik vind het nog een ingewikkeld klusje. Met die kleverige dingen. Maar wel lekker. Zijn ze dit nou allemaal? Nee, we hebben er nog meer. Oh, ik wou zeggen, ik heb er net toch meer gezien. Moet ik even bordjes pakken? Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. We hebben allemaal gegeten. De heren zijn ook weer thuis. Hallo. Ja, daar is Laura. Hebben jullie lekker gegeten? Heerlijk. Is dat wel goed? Ja. Wij ook, toch? Heerlijk. En ik laat het jullie even zien, want er heeft zich hier een kleine metamorfose. Allereerst heeft de muur een nieuwe kleur. En kijk nou. Ze zitten op nieuwe stoelen. En ze zitten lekker. Goed zo. En er is een nieuwe eettafel of salontafel die mijn vader ook nog eens helemaal heeft geschilderd. En dit kastje kennen jullie wel, maar niet in deze kleur. Ook geschilderd. Dus nou, jullie zitten er weer gezellig bij. Zeker weten. Toch? Zeker weten. Goed zo. Nou, en nu wachten tot Wie is de Mol begint. Nou, Wie is de Mol is afgelopen. We zitten nu even naar Mol Talk te kijken. En wie is jullie mol? Was dat de kijker ook opgevallen? Ja, maar het is inderdaad lekker afval. Wie is mijn mol? Ik denk... Sarah. Heel mooi. Omdat ze ook die porto had. Okay. Nou, en papa en mama die kijken een beetje verpek en bonen mee, maar papa... Nou, Sarah! Verdenkt Sarah? Absoluut, ja. Ja, ik rik Paul. Maar die verdacht Robert ook en Robert ligt eruit, dus ik weet het nu even gewoon helemaal niet meer. En mama vindt Jamie verdacht? Ja, die staat ook nog wel op een lijstje, maar die stond ook op het lijstje van Robert. Lastig. Maar goed, ik ga straks naar huis en dan slapen we morgen vroeg op. Want ik ga naar zus. Tot morgen. Een hele goede morgen. Oh, ik ben echt blij met mijn haar de laatste tijd. Ik heb toch het idee dat het komt door die knipbeurt bij Brainwash. Want als ik het nu heb gewassen en ik laat het gewoon met een beetje schuimgel opdrogen, heb ik de volgende dag dit. Vind ik wel tof. Nou, blij mee. Ik ben mijn ontbijtje aan het eten. Het is, hoe laat? 8:55. En als ik het op heb, rij ik richting heer Hugo Waard. Ik vind dat zo'n lastig woord om even te spreken. En dan ga ik lekker naar Suus. Dus dat wordt super gezellig. Daar heb ik echt heel veel zin in. Ik ga even mijn ontbijt opeten en dan zie ik jullie bij Suus. Wat? Ja, ik wou zeggen, ik ga even aan mijn kijkers vragen. Herkennen jullie het hier? Vast wel. Ja, dat kan niet missen, hè? En het ziet er in het echt net zo uit als op de vlog. Helemaal ja, leuk. Ja. Ik ga niet elke dag verbouwen hoor. Nee. Ik heb wel wat beters te doen. Echt hè? Maar er is iemand bijna jarig. Ja, dat is wel waar. Ja, dus ik dacht ik ga cadeautjes kopen. Oh echt? Ja. Oh wat lief. Dus ik heb cadeautjes gekocht. Oh, je had ook niet gehoeven. Nee, dat weet ik. Ja, hoe ga ik dit nou doen? Wacht. Nou, zal ik die gewoon vasthouden? Ja. Oké, dan krijgen we dus dit hè. Ik heb dus een die en die. Dan moet ik even klappen, want anders kan ik niet zien wat ik doe. Ik wou zeggen. Oh, kijk nou. Ik even iets afstand. Ik heb ook van de tot 2000 kreeg terug. Oh, die was per ongeluk met jou meegegaan inderdaad. Ja, die heeft al een hele rit achter de rug. Nou, dat geeft niet. Wat zou daar nou in zitten? Ja, de vorm voelt herkenbaar. Ja, maar ik denk dat je heel erg gaat lachen als je hem ziet. Ja, daar ben ik ook bang voor, ja.
is hilarisch. Leuk, hè? Kijk nou. Met een lama. Maar ook echt aan allebei de kanten. Ja, 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 ja. En een gouden randje. Ja, hij is briljant, hè? Ik vond hem zo mooi. Kind. Ronde 2. En je moet hem zo om openmaken. En nog een cadeautje, ja. Anders dan werkt het niet wat ik heb gegeven. Even kijken, zo. Nu gaat ze cadeautje 2 uitpakken. En dat heeft een reden. Want Bianca is namelijk heel goed bezig. En ik dacht, nu ze theeleut is. Ja, oh geweldig. Oh, hij is nog gevuld ook. Ja, kijk. Wat leuk. Oh, chocola. Er zitten 12 smaakjes in de banaan theedoos. Heerlijk. Dat dacht ik. En volgens mij lust ik ze allemaal. Tenminste, deze en nou, deze bananenthee heb ik van de week dus zelf gedronken. Ja, dit is bananenhoning. Klinkt ook lekker. Die weet ik, is de enige waarvan ik denk, weet ik niet. Maar het ziet er dan wel weer lekker uit. Ja, ik had volgens mij die met gember citroen. Deze, de groene. Oh ja, die. Die smaakt niet heel erg gemberig. Lekker. Leuk aan. Nou. Nou, lief. Kijk. Dankjewel. Alsjeblieft. We zitten wederom aan de thee. Het is echt al uren later. Hoe laat is het? 2:30, 2:15. 2:15. Oh, dat is echt veel later dan ik dacht. Maar goed, we zitten natuurlijk te kletsen. Maar Suus heeft een vraag. Ik heb wel een vraag om mijn theezakje. Ter thee. Ik ga hem voorlezen. Zou je liever aan de zee wonen of in de bergen? Wat willen jullie? Laat je reactie hieronder achter. Dus de zee of bergen? Nou, die is voor mij niet zo moeilijk te beantwoorden, hè? Ik woon er al trouwens. Ik wou zeggen, je woont al. Ik kan ongeveer pootje bij je vanuit thuis. Maar jij wil gewoon aan zee wonen? Ik wil aan zee wonen. En jij? Ja, ik ben meer van er tussenin. Ik vind de zee niet... Daar ben ik, ja, dat is leuk, hè, zo. Jullie kunnen elkaar in elkaar en elkaar en elkaar. Precies. Ik woon nu vlakbij zee. Dat vind ik op zich wel oké. Ik vind alleen de zeewind heel irritant in de zomer. Ja. Dan is het eindelijk een beetje een temperatuur van, ik denk, lekker. En dan is het toch weer koud. Is het ijskoud. Ja, en dan is het echt koud. maar aan de andere kant, de bergen vind ik ook wel heel erg mooi. Zeker in de winter, maar ook in de zomer. Gewoon zo'n hike maken, ja. Dus ik ben er echt wel tussenin. Oké. Okay. Ja. Ik wil wel echt aan zee blijven wonen. Zoveel over gehoord in de vlog en nu ben ik er zelf een keertje geweest. Ik was je al kwijt. Ja, ik dacht ik ben er ook graag gauw even hierheen. Dan heb ik toch nog wat gevlogd onderweg. Oh, ja, ja, ja. Want ja, ik moet zelf rijden, dus handen, hè. Kijk nou hoe lekker dit eruit ziet. Ik kan Suus even niet filmen, want er staat iemand achter die dat niet wil. Dus dat gaan we niet doen. Maar ik film jou wel even. Maar het ziet er onwijs lekker uit. Ja, lekker smikkelen. Eet smakelijk. Kijk, ik zal even door mijn knieën gaan. Ik ga naar huis. Ja. Helaas. Bij mij kun je dus de andere kant van de video zien. Ja, of precies. Bij Bianca kun je de andere kant van de video zien. Maar we hebben lekker gegeten. Ja. En, ik wil thuis zijn voordat heel Holland begint. Ja, en dan... spreken we elkaar via de app weer. Absoluut, ja. Zeker. Zo, ik ben weer thuis. Dat was een supergezellige dag met Suus. En natuurlijk hele lieve cadeautjes gekregen. Dat hebben jullie volgens mij al gezien. Lekker allemaal theetjes en een superleuke mok. Toen drukte ik per ongeluk de camera uit. Van een lama. Heel erg leuk. Dus daar kan ik lekker weer thee uit drinken. Nu even lekker mijn pyjama aan, in chillstand en me opmaken voor, of me opmaken, niet opmaken, maar me opmaken voor de Wie is de Mol finale. Heel Holland Bak finale. Oh, echt hè? Zin in! Nou, het is begonnen hoor jongens, de finale. En ik heb hier, nu is die een beetje donker, maar de app voor Suus. Ze kijkt nu nog zelf, maar straks ga ik haar weer op de hoogte houden. Het lijkt hier donker binnen, maar dat vind ik... Oh, zie je? Kijk, valt mee. Kijk, ik heb mooie bloemetjes gekregen van papa en mama. Zo schattig.